Heb je nog een boodschap voor de boeren? Oké, dan doe ik het wel. Nou, de kinderen hier achter mij, de pubers, worden helemaal blij van de blauw-wit-roodvlag. Ze zijn een beetje verlegen als het de camera aangaat. Maar het is natuurlijk weer fantastisch om te zien. De jeugd heeft de toekomst en ze zijn goed op de hoogte van dingen. Ook omdat TikTok natuurlijk veel informatie verspreidt. En dat wordt daardoor natuurlijk ook verboden. Want het mag natuurlijk niet gebeuren dat buiten de censuur instanties feiten op tafel komen. Dus ze mogen alleen maar gecensureerd nieuws krijgen. Programmering, mind control. Dus mensen, daarom praat met de jongeren en vertel wat hun toekomst gaat worden. Met lekkere insectendiëten, veganistische burgers, enzovoort, enzovoort. Gras wat ze mogen eten of helemaal niks. Zonder je social credit score. Mensen, ik ben hier bij de Tweede Martelkamer. Ik walg er echt van, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb net nog even met iemand gesproken over Dick Schoofs. Maar ik wacht het even af. Ik ga niet protesteren tegen één persoon. Ik ga pas protesteren als het hele kabinet gevormd is. Om het zo snel mogelijk weer ten val te brengen. Want ik wil sowieso geen kabinetten, hè, mijn mening, met PVV en VVD. Daar heb ik echt, ben ik fel op tegen. Ook NSC, BBB, zware oplichting. Zware compromissen. Zware volksverlakkerij. Zware misleiding. Ongekend. Mensen, hopelijk morgen de vlam in de pan. Daarom heb ik ook mijn Franse pet om. Uit liefde voor de boerenacties in Frankrijk, die toch best wel veel power hebben. En ook natuurlijk de Spanjaarden, de Duitsers. Iedereen is welkom. Ik hoop dat het helemaal vol staat. Uiteraard geen zin in files, maar laat het de dag zijn dat de Europese Unie afgeschaft wordt. Dan zal ik een groot feest met jullie mogen vieren. En tot die tijd zullen we door moeten gaan, door moeten bijten. Morgen Brussel, we komen eraan, vervoer is geregeld. Ik hoop er zo vroeg mogelijk aanwezig te zijn en zo laat mogelijk weg te gaan, desnoods te blijven. Ik ben heel benieuwd de verschillende invalshoeken van de verschillende landen. Hoe is het 1 voor 12, is het 5 voor 12, is het 1 over 12, want dat denk ik wel. Sinds de genocide tijdperk begonnen is, coronatijdperk, is er natuurlijk geen hoop meer voor de mensheid in Europa. Er is geen vooruitzicht meer op verbetering. Alleen maar op technocratie, digitale slavernij, social credit system, armoede, oorlog. Dus ja, wanneer gaat het volk opstaan? En waar? In Brussel hebben we al heel veel protesten gehad in de coronatijd, ook met succes. Heeft ook impact gehad. De verkiezingen verwacht ik weinig verandering door te komen. Dus het moet komen uit een volkswoede, uit een revolutionaire gedachtegang. Dus ik hoop eerst dat Brussel, dat het een voorproefje mag zijn ook. Dat ook in Nederland weer de mensen massaal in verzet komen. En dat we samen kunnen werken aan een mooi Europa. Dus niet, ik ben niet tegen Europa. Dat wordt altijd natuurlijk lekker verdraaid in de media. Nee, je bent tegen de Europese Unie. Je bent voor Europese samenwerking. Voor verbroedering, voor veiligheid, maar tegen de Europese Unie, omdat het een criminele organisatie is en een criminele top heeft. Vol leugens, vol verduistering, vol misdaad, vol. Ze creëren problemen en komen zelf met de oplossing, waardoor er nog meer problemen bij komen. Ze creëren crisis na crisis. Ze zorgen voor armoede, voor onveiligheid, voor criminaliteit. Ze bespieden de mensen. Het gevaar komt altijd vanuit de kritische mensen. Die worden gedemoniseerd. Ze willen censuurwetten invoeren, waardoor jij straks niet meer vrijuit kan praten. Vrijheid van meningsuiting willen ze verbieden. Alleen nog het narratief blijft over. Ze willen mensen onteigenen. Boeren willen, beginnen ze dan al mee. Ja, ze willen van alles doen met je, zonder jouw goedkeuring, zonder enige democratische recht. Dat is ook al gezegd dat partijen ook allemaal gedwongen worden om de partijlijn te volgen. Dus als je lid bent van de partij moet je toch meestemmen met de partij. Anders word je gerooieerd of anders word je gewoon weggeschopt. Ja, wat kan ik erover zeggen, mensen? Wat voor toekomst wil je tegemoet gaan? Het is een duivelse tijdperk en uiteindelijk moet je wel verzet bieden tegen de duivel. En dat staat ook in de Bijbel. Tuurlijk, je kan niet alles voorkomen, je kan niet alles tegenhouden, maar je moet wel in ieder geval staan voor de waarheid, staan voor het licht.
staan voor vrede, staan voor gelijkwaardigheid, staan voor gedeelde welvaart. Waarom hebben de rijken hebben miljarden en wij hebben steeds minder? Tot helemaal niets, gewoon zware armoede. Mensen lopen bij de voedselbank, mensen die leven op straat, dakloosheid. Ik zag vandaag nog een vrouw liggen, gewoon onderweg naar het Amsterdam-Zuid station Amsterdam. Gewoon in een portiek, in een drukke straat, lag gewoon een jonge dame met een slaapzak zo op straat. Ik had het nog nooit eigenlijk gezien. Meestal zie je mannen, maar nu zag ik gewoon een jonge dame liggen. Ja, ik vond het heel, heel pijnlijk om te zien. Je komt het steeds vaker tegen, mensen die gewoon zich niet meer verstoppen, maar gewoon in het openbaar op straat slapen. Dit zijn allemaal gecreëerde problemen. Woningnood is een gecreëerd probleem en er wordt ook bewust in stand gehouden om de mensen in slavernij te houden, in angst, in gehoorzaamheid. Laatst ook was er weer een vechtpartij bij een demonstratie en degene die het georganiseerd had was helemaal in paniek. Die vroeg aan mij, heeft dit consequenties voor mij? Want ik heb het protest georganiseerd. Mensen zijn bang voor de overheid. De overheid is niet voor om jou te dienen of te helpen, maar het is een schrikbewind. Zodra er iets gebeurt, zijn mensen bang voor consequenties, bang voor represailles, bang voor de politie, bang voor politiegeweld, bang voor de rechtbank. Wie gaat naar de rechtbank? Je komt daar om je recht te halen bij Leo. Weet je wat die twee mannen moesten betalen die zogenaamd door Leo zijn aangereden en mishandeld? 7000 zoveel moesten ze aan de advocaat betalen voor gewoon voor juridische kosten, dus hulp. Ik denk, hoeveel uurtjes heeft die man nou echt voor werk gehad? Die tikt waarschijnlijk gewoon €300 aan per uur. Nou, misschien iets minder, maar het is gewoon belachelijk. Dus ja, het is heel erg, mensen. Iemand is tegen mij in de comments, maar dat kom ik allemaal later wel tegen. Lieve mensen, het is nu of nooit voor de wereld, voor Nederland. We leven in een chaotische tijdperk. CBDC, daarvoor gaan we ook naar Europa. Er zijn zoveel dingen waarvoor we naar de Europese Unie gaan. Ik zal het nog even allemaal op een lijstje schrijven. Dan zal ik het morgen nog even voordragen in de auto. Nu wou ik alleen even live gaan hier om toch even te laten zien dat we niet bang zijn. Ik vind het jammer dat Nederlanders hier niet massaal aanwezig zijn om te protesteren. Het valt heel erg tegen altijd. Maar ja, Brussel is ook heel belangrijk. Straatsburg is heel belangrijk. Binnenhof is heel belangrijk. Mediapark is heel belangrijk. Dus geef je vrije mening en strijd voor waarheid en gerechtigheid. En trap niet in die muizenvallen van de controlled opposition. Hoe zeg je dat? De mollen, de trollen, de informanten, de geheime agenten, de spionnen, Dick Schoofs. Ik kwam nog een artikeltje tegen in de krant. Ik kijk altijd even naar de voorpagina's. Nou, dan gaan mensen dus vertellen hoe geweldig Dick Schoofs is. Denk ik, nou, je bent geheim agent, je bent werkt voor de geheime dienst en dan verwacht je dat mensen vrijuit kunnen praten om iets over jou te zeggen. Er zijn ook waarschijnlijk fake accounts, nep accounts die over hem praten. Free Leo, free Nederland, kom in opstand en vecht voor de mensheid, voor de vermiste kinderen, voor de misbruikte kinderen, voor mensenhandel, slavernij, alles wat Europa heeft in zich is zeer, zeer ernstig. En morgen hopelijk groot statement. Ik ga niet met te veel hoge verwachtingen, want dan ben je altijd weer teleurgesteld. Maar ik hoop dat de Europese Unie morgen een geweldige klap krijgt. En dat het snel tot arrestaties en tribunalen overgaat. En dat de Europese Unie ontmanteld wordt en gestopt wordt. Nu het nog kan. Voordat we allemaal een chip in ons hoofd hebben, in onze hand hebben. Voordat we martial law hebben. Leger op straat hebben. Dat iedereen die zogenaamd aan de verkeerde kant staat wordt opgepakt, afgevoerd naar de... Je had eerst de FEMA camps, toen kreeg je de quarantaine camps. En uiteindelijk krijg je denk een combinatie van beide. Dan worden elke mensen die tegen het systeem ingaan, die mondig zijn, die strijden, worden afgevoerd. En dat zal niet in Nederland alleen zijn, dat zal wereldwijd zijn. En ik heb al gehoord in Nederland dat er heel veel plekken zijn die in potentie zo ingericht kunnen worden als een gevangenis of FEMA camp. En dat je zonder rechtspraak, dus zonder de rechtbank te zien, wordt opgesloten en daar misschien ook wordt vermoord. En niemand die ooit nog van je hoort. Het is een heel duistere gedachte, maar wel heel realistisch. En in China gebeurt het al en ze nemen China als voorbeeld.
Zal ik het kort nog even uitleggen? Ik denk dat jullie het al weten. China is het voorbeeld voor de hele wereld. De controlemaatschappij, de social credit system, maar ook hoe ze met politiek omgaan. Iedereen moet voor de CCP zijn. Als je niet voor de CCP, Chinese Communist Party, bent, word je vermoord of opgesloten of je bent gewoon vermist. Gisteren was er toevallig ook een protest op de Dam tegen de CCP. Dat zal ik nog publiceren. Vond ik heel mooi, heel knap, heel moedig. Maar zo is het wel. Daarom stonden we hier ook met banners. Maak van Nederland geen China. Stop de big reset. En dat is het ook. Wil je zoals China worden? Het is het voorbeeld voor heel de wereld hoe de wereld opnieuw wordt ingericht. De New World Order. Kijk naar China en besef je dat je dan geen vrijheid meer hebt. En dat je dan ook geen leven meer hebt. Maar zover hoeft het niet te komen, want samen sterk. Blauw-wit-rood, mensheid in nood. Tot morgen. Tot later misschien.